Welkom bij deze bijzondere sessie van de CSU Innovatie Boost Week. Mijn naam is Kos Fokjotis, ik ben manager innovatie bij dit mooie bedrijf. En we gaan vandaag praten met partners die in een wel heel bijzondere omgeving werken en actief zijn. En waar wij als CSU ook al jarenlang trotse partners van zijn. Dat zijn namelijk de voetbalstadions. Want als facility management ergens complex is, dan is het wel in de voetbalstadions. De stadions waar niet alleen maar kantoren zijn, maar waar ook een binnen- en buitenlocatie is. Waar veiligheid een hele grote rol speelt. Waar topsportklimaat heerst. Waar een uitgebreide horecafaciliteit is. Waarbij piekbelasting zorgt voor extra scherpte. Kortom, van alles om over te praten en van te leren. Ik ben in ieder geval heel blij dat jullie drie met mij hierover willen praten. Allereerst Arno uit Enschede. Fijn dat jij de lange rit hier hebt mogen maken. Arno Roelofs is verantwoordelijk voor facilitaire zaken in Grolsvesten. Meinder Slacht, jij bent verantwoordelijk voor FM en Asset Management in de Johan Cruijff Arena. Welkom, leuk dat je hier bent. En jij ook welkom, Sjors van de Boga, directeur van het Philips Stadion. Waar wij ook al jarenlang sponsor zijn en mogen schoonmaken. En ik vind het in ieder geval heel bijzonder om hier met elkaar over te praten. En fijn dat jij hier ook bent, Arno. Eigenlijk is de eerste vraag aan jou, is het echt zo complex facility management in een voetbalstadion? Nou, dat is meteen een mooie vraag. Is het complex? Dat denk ik nee. Het is wel uniek, denk ik, want we staan natuurlijk, we zitten onder een vergrootglas. Iedereen weet iets van voetbal. Iedereen weet hoe er gevoetbald moet worden. Iedereen heeft meningen over een stadion, hoe dat ingericht moet worden. Maar als je dus kijkt, bijvoorbeeld met een ziekenhuis of met een ziekenhuis of een brandweerkazerne, politiekazerne, noem ik het maar even. Ja, die hebben natuurlijk hele andere specifieke eigenschappen qua facility management als een stadion. Ik denk dat bij ons, en dat kan waarschijnlijk mijn collega's beamen, het is wel hectisch af en toe. Je moet wel heel snel kunnen schakelen. Ja, er gebeuren gewoon dingen. Je probeert alle scenario's in kaart te hebben van tevoren. En je hebt alles uitgedacht, maar er kan altijd toch iets gebeuren. Ja. Die we niet hebben voorzien. Ja, daar komen ze op terug. Ja. Je zegt wel iets anders interessants. Want je zegt, iedereen heeft er een mening over. Ja. Wat merk je daarvan? Nou, als je de kranten openslaat, als jij bij feesten, partijen, je loopt over straat, je loopt in de supermarkt, je bent eigenlijk een publiek bezit. Ik hoop dat jullie dat ook herkennen. Men is heel trots op FC Twente. Dus als het goed gaat, dan slaan ze een schoot om je heen. En super, super, super. En als het iets minder gaat, ja, dan heb je andere bewoordingen. Ja. Dus ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar dat is wel heel mooi. En dat is gewoon het leuke ervan. Ja, tenminste, dat vind ik heel mooi. De dynamiek. 'S morgens ga je naar je werk toe of in het weekend. En denk je, dat gaan we doen. En dan ga je 's avonds naar je huis toe. En dan werk je je lijst af. Dit niet gedaan, dit wel gedaan, niet gedaan. En dat denk ik dat het anders maakt als bijvoorbeeld een. En we zijn ook gestructureerd. Maar er gebeuren toch onverwachte dingen. Er kan altijd wat gebeuren. Ja. Wat je dus naar je bestaande agenda opzij moet doen. En dan ga je over tot. Nou ja. Ja. Ik zie de andere heren zorgvuldig knikken. Sjors, ja. Is het draaiend kunnen houden van een stadion? Is dat ook complex? Moet je dat dus ook holistisch benaderen? En holistisch bedoel je dan mee? Nou ja, je kan niet alleen maar focussen op veiligheid. Want je hebt ook hospitality. Je kan niet alleen maar op die piekbelasting focussen. Want er kunnen dingen fout gaan. Het vergrootglas waar ik het over had. Je hebt horeca. Het is zo complex. Nee, ik denk dat helemaal waar is. Hè, van het is juist de complexiteit zit hem in. In de enorme verschillen in drukte en het enorme schakelen. Van de arena heeft natuurlijk nog veel meer misschien. Maar dan organiseer je een Champions League wedstrijd met UEFA. De volgende dag heb je een competitiewedstrijd met de KNVB. Dan organiseer je een Interland. Dan is er weer een concert of een congres. Hè. En het is inderdaad in allerlei verschillende samenstellingen ben je dan bezig. En iedereen heeft een beetje zijn eigen stadion. Hè? De caterer heeft zijn eisen. De supporters hebben hun wensen, eisen. Maar dat is voor een
een fan op ons dan Oost? Is dat anders dan een sponsor zoals jullie bij wijze van spreken die daar een diner geniet? Ja. Of, en dus je bent met al die dingen moeten wel uiteindelijk in elkaar passen. En iedereen heeft zo zijn belangen en zijn wensen. En daar sta je denk ik als in onze posities een beetje boven. En je moet proberen dat allemaal in goede banen te leiden. En dat maakt het denk ik uitermate uitdagend. En daar ook nog eens natuurlijk in een soort van tempo. Wat denk ik niet, misschien niet zo vaak in veel sectoren voorkomt. Ik noem altijd van, kijk, als wij doorgaan in de Champions League, dan krijg je gewoon een datum van UEFA x weken later. En dan moet het gewoon gebeuren. Hè? Dus het wordt niet van tevoren gevraagd van, krijg je het ook geregeld? Je kan niet zeggen, kom niet uit, want ik moet tennissen die avond. Niet zozeer privé, maar ik bedoel, we moeten, zal bij de Arena en bij de collega's van Rosvest niet anders zijn. Ja, dan moeten ook 1000+ medewerkers geregeld worden. Hè, van beveiligers tot en met de gemeente van alles afgestemd worden. En misschien is het wel gewoon spits in Eindhoven op dat moment. En dan moet wel mobiliteit worden opgeschaald. Dus dat maakt het werk, denk ik, zo specifiek en dynamisch. Daar zit de complexiteit, denk ik, ook in. Dat sneller kunnen schakelen. En het wat we ook al aangeven. Van, het is natuurlijk eigenlijk een soort clubhuis wat wij mogen werken. Ja. Hè? Dus het is, ik zeg altijd, ik ben directeur van het Philips Stadion. Maar er zijn er heel veel meer die zich directeur van het Philips Stadion voelen. En misschien ook zijn. Want uiteindelijk zijn wij faciliterend. En het huis is van de fans. Ja. Hoe dan ook. Hè? Dat is. Zo wordt dat beleefd en zo komt dat inderdaad ook in de media. In de voorbespreking, Meindert, spraken wij samen nog even deze sessie door. Wat mij opviel is dat jullie alle drie een hele rustige uitstraling hebben. En dat legde ik zo even tussendoor en dan reageerde jij op van, nou, maar misschien heeft dat ook wel zijn nut. Is dat ook wel logisch? Ja. Waarom is dat belangrijk? Nou ja, eigenlijk wat net ook al werd aangegeven. Het is natuurlijk een complexe omgeving omdat je in een hele korte tijd een heleboel mensen bij elkaar brengt. Veiligheid is altijd nummer 1 in een stadion. Dat zal denk ik voor iedereen gelden. Dus dat probeer je zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar één ding weet je ook zeker. Er gaat iets mis. Je weet alleen nog niet wat. Ja. Dus het is niet alleen belangrijk om aan de voorkant goed na te denken over wat komt er op me af. Maar ook klaar te staan dat als dingen tegenzitten, dat je het op dat moment kan oplossen. En dan is rust gewoon heel belangrijk. En eigenlijk, nou, de gedachte dat je weet dat er iets misgaat, dat brengt eigenlijk ook wel een vorm van rust. Omdat je ook weet dat je daarop voorbereid bent. Ja, en dat gebeurt dus letterlijk, er gebeurt iets, er gaat iets mis. En jij denkt dan, dit is dus vandaag wat misgaat. Natuurlijk, ik kan ook echt wel balen dat er iets misgaat. Want het liefst wil je het natuurlijk niet. Maar wat wij natuurlijk wel altijd proberen te doen, is dat je gewoon klaar staat. En dat kan heel simpel zijn. Hè, dus zorgen dat je gewoon een aannemer in huis hebt. Die zorgt dat als er iets kapot gaat, dat je het onmiddellijk kan oplossen. Het ligt ook een beetje aan de situatie. Maar het is denk ik vooral belangrijk dat je zo snel mogelijk de situatie onder controle hebt. Ja. En dat je dan weer door kan. Ja, want er kan technisch iets misgaan. Maar je hebt natuurlijk ook met veel eisendheid te maken van media. Maar misschien ook wel van topsporters, van het Nederlands elftal. Zeker in jullie geval van wereldtopartiesten. Dat zijn natuurlijk ook voorbeelden van mensen die een dag van tevoren nog in één keer ergens zin in kunnen hebben. Hè? Ja, ja. Waarin wij als stadion natuurlijk iets verschillen van bijvoorbeeld de andere stadions, is dat de club bij ons en het stadion, die zijn apart. Hè? Dus een heleboel wat rond de topsport, echt voetbal, dat wordt natuurlijk ook wel afgevangen door Ajax. En uiteindelijk komt het natuurlijk wel bij ons ook terecht. En dat geldt ook voor concerten. Mojo of een andere organisator zit er vaak tussen. Maar het klopt wel, want op het allerlaatste moment kan een artiest nog iets bedenken en dan moet het linksom of rechtsom wel geregeld worden. Ja. Ja. En dat mag jij dan doen. Ja. Het komt niet altijd bij mij persoonlijk natuurlijk terecht. Maar misschien een leuke anekdote is dat vorig jaar hadden we Metallica. Die zijn hun wereldtour in Nederland gestart. Dus we hadden een soort unieke situatie dat het podium werd opgebouwd. En dat ze ook nog een paar dagen hadden om te repeteren. Hè. Meestal is het zo'n soort circus wat invliegt en uitvliegt. Nu hadden ze wat meer tijd. Dat was een mooie dag. En ze besloten dat het echt tijd was om te barbecuen. Ja, dan moet er toch met stoom en kokend water een barbecue geregeld worden. En dan niet zomaar, maar die specifieke barbecue. Ja. En dan merk je dat er toch wel heel veel mensen mee bezig zijn om dit wel even goed te regelen. Ja, het is mooi, hè, hoe zij dan ook gewend zijn om hun zin te krijgen. En ja, waarschijnlijk lukt het ze ook dan. Hè? En misschien ook wel terecht. Ja. Arno, jij had het ook nog even over het omschakelen. Je hebt een planning, maar het kunnen omschakelen van die planning is heel belangrijk, hè? Ja, nou, kijk, dat vond ik wel mooi wat mij net ook aangaf. Daar was ik ook benieuwd naar. Kijk, dan komt er iets tussendoor, zeg maar. Mijn geeft even de barbecue als voorbeeld aan. Dit was natuurlijk gepland.
Metallica was dan gepland. Maar ik vraag me eens af, hoe gaat zoiets? En dat vraag ik ook aan jou. Van, je hebt een voetbalwedstrijd of zo. En dan speel je voorrondes. Champions League of Europa League. En dan misschien... Wat doen jullie dan als er toch, zeg maar, een Guus Meeuwis, laten we dat als voorbeeld nemen. En dat maakt het actief. Daar komen de krachten vrij. Het stadion is vergeven, zeg maar, aan een concert van bijvoorbeeld Guus Meeuwis. Maar stel dat je, nou, PSV gaat natuurlijk dit jaar ontzettend goed. Dus waarschijnlijk niet. Maar stel dat je nou vierde zou worden, vijfde. Dus dat je dan voor ons moet spelen. Oh ja. Dat botst wel eens. Ja, dat vraag ik mij dan. Ja. In de planning. Dus dat is ook een beetje de hectiek van. Dan moet je dus 380 graden bij wijze van spreken moet schakelen. Dus daar ben ik ook benieuwd van. Hoe doen jullie dat? Wij zitten altijd. Ja, we hopen nu hopelijk derde te worden. Dus dan dit jaar dan, zullen we dan er geen last van hebben. Maar als je vierde, vijfde wordt. Kijk, we willen dadelijk van de zomer het veld vervangen. Je zit met een hele korte bouwtijd, heb je. Want dan stroom je ook alweer in. En dan, je moet de hele planningen zou je dus overhoop moeten halen. En dat maakt, wat ik ook straks zei, de dynamiek daarin. Ja. Je hebt een hele planning gemaakt. Je kunt hem zo weggooien. Je begint gewoon weer opnieuw. Want dat maakt het voor ons wel eens, ja, waarschijnlijk voor jullie ook. Maar kijk, het voordeel is wel dat vaak een artiest niet ineens besluit dat hij morgen komt. Hè. Dus vaak weten we lang van tevoren wel al die data. Ja. En wat wij dan doen is met scenario's werken. Dus een van de scenario's waar wij nu aan werken is dat we dus, als alles, laat ik zeggen, tegen zit, vanuit mijn positie gezien. Ja. Ja, dan moet er in 48 uur een veld in. Dus ik ben nu al in gesprek. Ja. Met onze partners van hoe gaan we dat dan doen? He, dus als dat valt, dan ben ik er klaar voor. En ik ga natuurlijk niet afwachten tot het laatste moment hoe we het dan gaan redden. Dus eigenlijk mijn plan A wordt nu, als alles tegen zit, zodat we dat ook binnen 48 uur kunnen doen. Ja. Ja, dat is wel mooi. Hè? Dus eigenlijk, je bent strategisch bezig voor de lange termijn. Maar je weet dat er in die lange termijn een aantal korte termijn events kunnen plaatsvinden. Waardoor je die lange termijn moet aanpassen. Ze kochten een lange termijn bos voor elkaar, maar ze moeten wel verbinding blijven. Kijk, en je denkt dat je wel met je spreekt wel met je voetbalorganisatie natuurlijk wel af van inderdaad die positie 5. Hè. Dus natuurlijk wel, dan zit je in de zomer nog een beetje te voetballen, zeg maar, op een tijd die je eigenlijk niet wil. Daar maken we wel natuurlijk van tevoren wel afspraken over van hoe dat dan kan gaan. Ook al met de artiest. Maar wij plannen feitelijk nu al 2025 in de zomer. Hè. Daar zijn we nu al mee bezig. Ja. Dus dat werkt eigenlijk wel ver vooruit. En wat dus ook met de planning van gras en de discussie, nou, dat ken ik helemaal van hoe gaan we dat dan doen. En we willen naar een hoger niveau. En hoeveel dagen hebben we dan nodig? En steeds voor het weer tegenvalt. Ja, al die scenario's die zijn allemaal al besproken. Wat mij ook opviel, is dat je aangaf hoe belangrijk ketenpartners daarin zijn. Hè? Ja. Jullie managen het meer dan precies welke termen je gebruikte. Ja, een soort netwerk. Ik denk, we hebben toen, ja, als je gewoon kijkt naar onze teams, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar ik ga ervan uit ongeveer hetzelfde is. Kijk, we hebben. Mijn team is een man of 25, hè, dat is eigenlijk een beetje de basis. Kijk, en wij tijdens een reguliere PSV-competitiewedstrijd werken volgens mij 1100 mannen in het stadion. Dat zijn met name hè, mensen zoals jullie, CSU, horecapartners, technische partners, et cetera. Maar ja, en dat kan best zijn dat we met een concert hebben weer een hele andere samenstelling van die 1000+ medewerkers. Ja. Dan organiseren met Wevens. Je bent heel erg. Je bent heel erg afhankelijk in die zin van je leveranciers, bureaus waar je mee werkt, et cetera. Dus ja. Die zijn wel heel belangrijk daarin. Kijk, wij gaan er ook al bijna vanuit als we voor over 2 weken een extra wedstrijd zouden hebben, dat CSU dat gewoon oplost. Ja. Dat gebeurt in de praktijk ook. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk ook weer niet vanzelf. Dus je moet ook investeren in de relatie en snappen ook hoe dat is voor een cateraar en hoe je dan een cateraar kan helpen ook met die dynamiek om te gaan. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Dat is interessant, hè? Want het is je manage een stadion op de lange termijn, maar tegelijkertijd moet je op korte termijn heel veel kunnen. Er komt al meteen vraag binnen over, hey, maar wat als Ajax voorronde Champions League gaat spelen, hoe zit het dan met de toppers? Ja. Zo, dus het leeft zo bij mensen, zo'n stadion. Ja. Het is gewoon heel praktisch. Ja. Ja, in zijn geval gaat Gerard Joling er ook vooral zich al mee bemoeien. Dus dan wordt het helemaal. Ja, met jouw werk. Ja. Ja. Hij bemoeit zich niet met mijn werk bijvoorbeeld. Nee, in dit specifieke geval zijn er tussen de Arena en Ajax afspraken gemaakt over die periode. Dus de stoppers gaan door. Dus ook op het moment dat Ajax in die periode nog zou moeten voetballen. Dan zal dat dus niet in de Arena zijn. Maar dit is ook een onderwerp wat echt al tijden geleden ook besproken is. Ja. Maar in principe is de voetbalkalender leidend. Alleen in dit geval zijn er ook andere afspraken gemaakt. Ja, helder. Hoe zie jij, Meijnert, de rol tussen technologie en de rol die technologie in de toekomst kan gaan hebben in een stadion? Ja. Dus, nou, dat gaat gigantisch belangrijk worden. En
Nou ja, misschien een praktisch voorbeeld is gras. Daar doen we al heel veel met data, sensoren. Eigenlijk de stap die we nu willen maken is dat we veel meer voorspellend willen zijn. Hè. Dus eigenlijk voordat we in het veld al iets zien gebeuren, weten wat de impact ervoor is. Dus dat is volgens mij een heel concreet voorbeeld van technologie. Maar ook op andere onderwerpen, hè. Als het bijvoorbeeld over de dienstverlening van CSU gaat. We weten allemaal dat er minder arbeidskrachten in de toekomst gaan zijn. We weten ook dat het schoonmaken van een stadion gewoon heel zwaar fysiek werk is. Dus ja, ook daarin verwacht ik dat we de komende jaren echt stappen moeten gaan zetten. Omdat op deze manier doorgaan op de toekomst ook niet, naar de toekomst ook niet houdbaar is. Ja. Hoe zie jij de relatie tussen technologie en gastvrijheid? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om beleving en hospitality. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon technologie kan natuurlijk een van de complexiteiten van de stadion is die enorme piekbelasting ook op faciliteiten. Hè. Dus met name catering is natuurlijk daar een belangrijke in. Mobiliteit, et cetera. En daar kan technologie natuurlijk gigantisch in helpen. Om die ingewikkelde knopen waar met z'n allen in zitten. Hè. Je hebt mensen komen laat binnen. Bijvoorbeeld we spelen ook 6:45 wedstrijden Europa. Nou, iedereen komt Holland uit zijn werk, moet door de spits van de stad. Ja. Dus dan is de druk op toilet, druk op catering, druk op alles, zeg maar. En daar kan technologie juist heel erg in helpen in de toekomst om daarin te helpen. Hè. Dus de arena's, ja, daar kun je beter zelf mee wezen. Die technologie volgen wij ook heel nauwgezet. Hè, van hoe je mensen kan laten pre-orderen. Hoe je mensen met slimme camera's eigenlijk dingen kan laten pakken. Die je daarna eigenlijk een soort van frictieloos afrekent. Daar zijn wel dingen die gigantisch kunnen helpen. En dan ondersteunt het juist die beleving. Ik geloof niet per se definitie dat technologie, dat wij een soort technologiemuseum moeten worden. Hè, maar het moet ondersteunend zijn aan het proces. En daar kan het gigantisch bij helpen. Zeker omdat onze case qua pieken en dalen zo complex is. Ja, ja, dan helpt het misschien wel in organisatie van een stadion. Meijnert, de Johan Cruijff Arena is daar veel actief mee bezig. De Johan Cruijff Arena is ook actief bezig met duurzaamheidsdoelstellingen. Hè? Net positief zijn. Hoe vertalen jullie duurzaamheidsambities in praktijk? Nou ja, we hebben in mei uitgesproken dat we net positief willen zijn. Dat betekent eigenlijk dat we meer willen teruggeven dan we nemen. Dit spreek ik heel simpel uit. Waar we nu vooral mee bezig zijn is om ook te bepalen wat bedoelen we er nu precies mee. Hè? Dat gaat over allerlei onderwerpen zoals environment, social, governance. En dat kan op onderwerpen zitten, bijvoorbeeld energieverbruik, afval. Maar het gaat er ook om dat we mensen eerlijke kansen willen geven. En eigenlijk in alles wat we doen proberen we die elementen terug te laten komen. Dus het ligt ook een beetje aan welk onderwerp het betreft. Dus met CSU doen we bijvoorbeeld veel dingen op de S, omdat dat werk zich er ook goed verleent. Ja. En met andere partijen zijn we bijvoorbeeld met BAM, onze huisaannemer, zijn we weer heel veel bezig om energie te besparen. Dus we kijken ook even welk onderwerp kan het beste door welke partner worden opgepakt. Ja. Hoe doe je dat, energie besparen? Daar kan je natuurlijk heel veel dingen in doen. We hebben altijd al die ambitie gehad om duurzaam te zijn, dus energie te besparen. Maar ook de hele hoge energiekosten, dat is echt wel bij ons een enorme drijver geweest om hier nog meer energie op te zetten. Stadions zijn gewoon heel energieintensieve gebouwen. En als dan de tarieven 2-3 keer over de kop gaan, dan merk je dat ook gelijk in je bedrijfsvoering. Dus waar we in eerste instantie mee begonnen zijn, is dat we analyses gemaakt hebben van waar gaat nu die energie naartoe. En eigenlijk een kansendossier gemaakt hebben. We hebben uiteindelijk bijna 100 punten benoemd. En hebben gekeken wat is de investering en de terugverdientijd. En de top 10 die daar boven kwam drijven, daar zijn we dan mee aan de gang gegaan. En zo werken we die lijst verder af. En misschien de meest tastbare is dat de grasgroeiverlichting. We hebben in ons stadion grasgroeiverlichting nodig, omdat anders de mat binnen de kortste keren vervangen zou moeten worden. Daar hebben we nu de stap naar LED-verlichting gezet. En toevallig hebben ze nu een jaar hebben uitgerekend dat toch 21% energie bespaart ten opzichte van die andere lampen. En ja, dat is echt wel een significante impact. Ja, snap ik. Jij noemde ook al even afvalmanagement. Arno, hoe complex zijn eigenlijk afvalstromen in een stadion? Bij ons waren ze best wel complex. We hadden verschillende afvalstromen hadden we destijds. Door de wetgeving die er ook is gekomen. Hè, we gaan nu ook over binnen FC Twente op hardcups. Nou, dat verdient zich dadelijk ook terug weer in het schoonmaakkosten. Tenminste, dat denken wij. Dus dat kan misschien mijn collega iets over zeggen. Of dat inderdaad zo is. Nou ja, het is een model wat zich wel rond kan rekenen. Ja.
Ja. Dus daar denken we dadelijk ook een hele besparing mee te maken. Op dit moment hebben we op wedstrijddagen hebben we nog drie afvalstromen. Dat is, noem ik het even, het plastic, het karton en het rest. En rest is natuurlijk heel breed. Maar op wedstrijddagen dan is bij ons, het, noem ik het even, het chipszakje. Dat wordt nu langzaam wordt er nu gescheiden. Want dat doen we ook in het kader van duurzaamheid. Wij hebben, en dat is ook een pilot is geweest met de KNVB. Wij hebben ook voor het eerst, denk ik, misschien hebben jullie dat ook, dat weet ik niet, een duurzaamheidscollega, medewerker, hebben we in dienst genomen. Bij ons gaat hij zich echt bezighouden met duurzaamheidstrajecten van waterbesparingen. Wij zitten in een droogtegebied, zoals dat heet bij ons. Dus wij moeten dadelijk van zo min mogelijk leidingwater gebruiken. Dus veldbesproeiing is dadelijk not done meer. We gaan de aankomende zomer, wat ik ook straks zei, het veld vervangen. Daar komen dadelijk ook nieuwe technieken onder. Om te kijken van, hey, hoe kunnen we dat water nog terughalen. Elektranet, nou, zetten wij ook vol in Enschede en omstreken. Er zijn zeg grootverbruikers, die krijgen geen aansluiting meer. Dus je moet ook innovatief gaan werken. Nou, iedereen zegt natuurlijk, groot stadion, zonnepanelen. Maar toen dit stadion gebouwd is, helaas is niet toereikend het dak, de constructie. En we zijn wel bezig ook met de gemeente om te kijken van, jongens, kunnen wij, achter jouw kost is, was net een plaatje van parkeerplaatsen, of we daar toch iets kunnen creëren. Maar dat is ook toekomstvisie. Ja, we willen heel hoop en we zijn bezig met een toekomstvisie voor 2030. Om te kijken van, jongens, hoe kunnen we dit nu helemaal duurzaam in gaan richten. Ja. Besproeiing van het veld, kunnen we misschien uit het kanaal halen. Dus we hebben heel veel plannen. Maar ja, we staan nu aan de vooravond tot iets moois, hoop ik. Ja. Wat mij in ieder geval opviel de keren dat ik in de Grolsvesten was, is hoe groot, gigantisch groot de horecagelegenheden zijn. Hè? Dus ja. Waar, daar zal natuurlijk ook veel, dat is gezellig, maar daar zal ook veel, jij bent er denk ik ook wel eens te vinden. Ja, kijken zeker. Naar jouw glimlach. Ja. Maar uiteindelijk zit daar natuurlijk ook heel veel afval. Ja, kijk, we staan, de benchmarking die wordt gedaan, staat FC Twente met horeca met stip op 1, tussen aanhalingstekens. En we staan ook met stip op 1 qua vervuiling. Ja, kijk, ja, het ze gaan hand in hand. Ja, gaat in hand. Kijk, ik zeg altijd maar zo, als mijn collega van Meeting Events heel blij is, dan heeft hij zijn taak eens dichtgehaald en dan weet ik dat mijn schoonmaakkosten ga ik weer de rood in, bij wijze van spreken. Dus dat is wel, het staat allemaal hand in hand. Dus, ja. Maar, het clubhuis, wel, hè, wat jij ook net zei, Sjors, want dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Het is het doel van het gebouw, hè. Ja, dus, kijk, heel mooi. En dat is ook, kijk, we werden ook net getriggerd, en zeker bij de Amsterdam Arena, misschien bij jullie ook, bij het Philipsstadion. Hoe kunnen we nou mensen eerder binnen laten komen, zeg maar. Ja, zodat ze ook eerder, dat is heel vaak dat mensen vlak voor tijd binnenkomen. En dan de socials lopen dan vol, de wachttijden zijn lang. De kiosken moeten we lang wachten. Hoe komt dat? Ja, mensen komen volgens mijn beleving laat binnen. Of dat komt dat er dan weinig entertainment is. Of ik weet niet hoe of dat bij jullie ook zo is. Dat vraag ik dan mij ook wel eens af. In het kader van beleving. Ja, het is denk ik, wij zijn bijvoorbeeld wel nu veel gaan investeren in een fanplein. Ja. En we zijn ook om in de toekomst zien we dat nog veel groter worden eigenlijk. Hè, en ook in het stadion hebben we daar wel plannen voor. Kijk, onze ligging helpt in die zin. Kijk, we liggen gewoon in de stad. Hè, dus je hebt natuurlijk restaurants, kroegen, alles ligt bij ons natuurlijk echt in de nabijheid. Dus heel veel mensen hebben natuurlijk een traditie van, we gaan eerst naar die kroeg met z'n allen. Of eerst eten met je vader met zoon in dat restaurant. Dus je ziet ook wel dat daar, er zit ook heel veel in de traditie in. Ja. Bij ons het centrum helpt dan niet echt mee. Maar wij proberen wel op allerlei manieren in stappen naartoe te werken dat mensen eerder komen. En zien dat fanplein, zie je wel dat daar heel veel animo over is. Dus dat groeit echt langzaam. En buiten, en we zien ook in de toekomst met investeringen die we doen, dat we ook binnen, zeg maar, meer daar entertainment in willen creëren. Dus ja, dan proberen we wel aan te werken. Alleen, ja, voetbal. Supporters zijn ook wel gewoonte mensen. Ja, zeker. Het is ook niet iets, denk ik. Het is een kwestie van de lange adem en geleidelijkheid. Ik denk niet dat je kunt verwachten dat je dat binnen een jaar of zo een hele draconische oplossing in krijgt. En die supporter staat telkens centraal, hè? Als jij op een verjaardag bent, dan gaat het ook over jouw werk. Wat is het meest besproken of bevraagde onderwerp van jouw werk? Eigenlijk gaat het altijd over het gras op de een of andere manier. En ik merk dat ook als er mensen een keer naar de arena komen en ik een kort rondje doe op de een of andere manier.
blijven we altijd bij het gras hangen. En ik denk dat het toch komt omdat het gewoon enorm tot de verbeelding spreekt. En dat heeft in de arena ook weer een aantal redenen. We hebben natuurlijk ook best wel wat concerten. Dus ook, hoe doe je dat dan? Hè? Als je een concert hebt, blijft de mat liggen, gaat die eruit? Dat merken we natuurlijk ook. Tijd van het jaar zit niet mee. Dus in heel veel stadions zijn er best wat uitdagingen met velden op dit moment. Ja, en op de een of andere manier komt het dus altijd weer terug op het veld. Iedereen heeft er een mening over. Ja, ja, ja. Zeker weten. Ja. Ja. Wat ik dan wel leuk vind, een leuke anekdote. En ik weet niet, dan is er een tour of dan is er een, wordt een sponsorcontract getekend, hè, met een van de directeuren, of laten we een directeur zeggen. En dan wordt er een foto gemaakt van bij het veld. En dan toch altijd eventjes met het voetje. Dus, even op het gras zo van yes. Ja. Ik heb het gras aangeraakt. Ja, ja, dat is zo mooi. Dat is ook het heilige. De heilige het is op dat gebied lijkt wel net een kerk, zeggen wij altijd. Hè. Daar gebeurt alles. Ja. Er wordt gezongen. Er wordt trots, blijdschap. Het is zo mooi is dat. En dan toch even dat voetje zo. Ja, prachtig. Ja, het grappige is ook dat toevallig hadden we gisteren een grote conferentie van allerlei mensen uit stadions in de arena. En zelfs die mensen die de hele dag met het gras bezig zijn, die kunnen het ook niet weerstaan om toch even dat gras aan te raken. Terwijl ook bij hun, als je dat zou doen, dan is het een soort no-go. Maar het is toch iets wat een enorme aantrekking heeft. Ja. Ik krijg een vraag van het publiek. Je noemde het even, de andere stadions zijn gekomen. Is er veel contact? En zijn er stadions in de wereld die koploper zijn op het gebied van duurzaamheid? Of waar je naar kijken van, denk, daar kunnen we veel van leren. Arena heeft gisteren prijs gewonnen, volgens mij. Hè? Ja. Nou ja, het is natuurlijk een beetje lastig om dat over jezelf te zeggen, maar wij proberen wel al jaren dag daar echt voorloper in te zijn. Dus als het gaat bijvoorbeeld over, je ziet het plaatje achter het stadion, er liggen 6200 zonnepanelen. Nou, dat is al ruim 11 jaar geleden dat we die geïnstalleerd hebben. Ja. We zijn nu bezig met het plaatsen van een tweede batterij. Als die straks klaar is, dan zouden we ook een heel evenement op een batterij moeten kunnen draaien. Ja. Onder het stadion, toch? Ja, onder het stadion. Dus dat we die batterij kunnen vullen met duurzame energie en dan een evenement helemaal op duurzame stroom kunnen draaien. We zijn bijvoorbeeld bezig met een pilot samen met de gemeente voor Vehicle to Grid. Dus elektrische auto's die dan naar evenementen komen, die dan het gebouw gaan voeden. Dus ja, als het over duurzaamheid gaat, dat is wel iets wat wij echt in de haarvaten hebben. En waar we ook wel vaak op bevraagd worden vanuit andere stadions, hoe we dat heel specifiek doen. Ja, nou, ik vind het wel een mooi antwoord. Ook zelfbewust, want als wij kijken naar andere schoonmaakbedrijven, het bekruipt ons hetzelfde gevoel. Maar het blijft goed om daarnaar te kijken. Al is het maar om te zien in welk perspectief staan wij en hoe goed doen wij het. Dus, jullie willen ook volgens mij altijd verbinden met andere partijen. En jullie zijn al bereid om anderen weer te laten leren van lessen die jullie al geleerd hebben. Ja. Dat is helemaal goed. Nou, en ik denk dat het ook heel belangrijk is, ook in relatie tot wat we net aangaven, dat wij hebben echt die partners nodig. Hè. Dus de arena, daar werken in totaal 70 mensen, waarvan iets minder dan de helft voor de facilitaire club. En wij zijn echt een regieorganisatie. Dus wij hebben vooral verstand van het proces. En we leunen gewoon heel erg op partners met goede ideeën. En wat wij ook vooral proberen te doen is dat, als het ook over duurzaamheidsoplossingen gaat, wie een goed idee heeft, klopt bij ons aan. We hebben een geweldige omgeving waar je dingen kan proberen. Ja. En op die manier proberen we iedere keer weer een klein stukje verder te komen. Ja. Mooi, Sjors, waar ik nog even benieuwd naar ben is, welke rol spelen de media in een succesvol stadion? Die zijn alom aanwezig, hè? Dus je moet in ieder geval, ik denk dat je gewoon, het leidt niet af in die zin. Hè? Dus je kunt gewoon die ding doen die je doet. En je moet wel bewust zijn dat er natuurlijk altijd alles nieuws is. Hè? Als er bij ons als voorbeeld, we hebben een keer netten opgehangen achter de goal. Dat was toen was puur om gehandicapte mensen die daarachter zitten te beschermen. Er waren van die lage netten, maar er was toevallig dan net een discussie dat bij de Kuip en de Arena dingen op het veld gegooid werden. Ja, dat iemand twittert, want media is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk heel veel PSV-watchers die ook in het stadion altijd zijn. En ja, dat wordt meteen, voor je het weet, staat op nu.nl. Hè, van, terwijl, en krijg je daar vragen over. Terwijl dan toevallig net even, er zijn heel veel dingen die natuurlijk in één keer, over hoe wij omgaan met hardcups. Alles eigenlijk is vaak nieuws. Ja. Dus daar moet je denk ik, je moet gewoon van bewust zijn dat het heel snel iets nieuws kan worden. Daarnaast moet je denk ik ook wel rekening houden. Er komt natuurlijk een heel sterke stroom vaak op social media op gang. Hè, met alles wat in een stadion gebeurt.
Nou ja, er kan soms vaak mensen die negatief zijn, die hebben dan net, zijn dan net wat dominanter dan de positieve vaak. Hè. Dus daar moet je denk ik van bewust zijn, maar dan moet je ook niet te veel door laten afleiden. Dus ik denk dat dat wel iets is waar je ook wel in onze functie wel rekening mee moet houden. Ja. Dus natuurlijk, er wordt altijd wel over het stadion of over misschien zelfs soms in je als persoon geschreven. Ja, je kan er ook gebruik van maken. Want als wij succes hebben of een andere vaststemmanager in het land heeft een mooie stap gezet, moet hij misschien zelf echt op zoek gaan naar iemand die daar iets over wil vertellen. Nee, dat is ook zo. Daar hebben jullie geen last van. Nee, je hebt in ieder geval ook een podium waar je natuurlijk heel veel mooie dingen op kan. Ja, er is natuurlijk een heel groot podium voor vanuit PSV, wat je ook zeker kan gebruiken, ja, om je boodschap te willen verkondigen. Ja. Arno, hoe belangrijk is communicatie in jouw vakgebied? Heel belangrijk. En waarom is het heel belangrijk? Je hebt te maken met heel veel stakeholders, zowel intern als extern. Als je die niet goed informeert, dan gaat het ook via de media of via de krant of welke tak van sport ook. Kan zelfs nog intern wezen met de collega's. In plaats dat we rechtsaf gaan, dan gaan we linksaf. Dus communicatie is voor ons heel belangrijk. Wij zeggen ook altijd, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat is onze motto. Dat is ons motto. Anders gaat het gewoon niet goed komen. Nee. Dus dat, en dat heeft ook weer te maken met het managen van de mensen om je heen. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een mening. Iedereen doet stinkend zijn best vanuit haar of zijn vakgebied. Soms kan het wel eens botsen dat van facilitair moet je gewoon wat dingen doen. Heel simpel. We hebben een keuken, noem ik maar eventjes. Nou, in de keuken zit een brandslanghaspel. Nou, die moet vrij blijven. Maar het is allemaal klein. We zitten vol en nog eens vol. Ja, wordt er toch een kar neergezet? Nee, het mag niet. Ja, maar we moeten die kar laten. Allemaal dat soort dingen. Dus communiceren, informeren. Begrip krijgen vanuit alle stakeholders die dat zijn. Dat is echt breed, hè? Dat gaat dus inderdaad over de kar die ergens staat versus... Het gaat vanaf de gemeente, noem ik het maar eventjes, de toezichthouder tot aan de collega, de kioskgrunder, noem ik het maar eventjes, die de kiosk bevoorraadt. Ja. En ook het proactief managen van de toekomst, daar hebben we het hier in deze boostweek heel erg over. De volgende sessie gaat over het gebouw van de toekomst. Ja. Meijndert, wat gaan wij zien in een stadion van de toekomst? Als jij over 10, 20 jaar naar een stadion gaat, wat gaat er dan anders zijn? Nou ja, ik denk, wat Jos ook aangaf, dat als het bijvoorbeeld op catering gaat, dat bijvoorbeeld frictionless catering, waarbij je eigenlijk je bestelling vooraf kan plaatsen, of het nou via een smartphone is of via een bestelzuil, en dat je gewoon alleen je eten of drinken kan afhalen, dat ze intrede gaat doen. Dus dat maakt uiteindelijk dat dingen soepeler, sneller verlopen. En ik denk inderdaad ook dat beleving steeds belangrijker gaat worden. Dus waar we, laat zeggen, er wordt voorzichtig een lichtshow toegevoegd. Maar goed, dat heeft iedereen op een gegeven moment wel weer gezien. Dus daar komt ook weer iets nieuws op. Dus dat gaat denk ik wel echt veranderen. Verwacht je ook dat in dat stukje beleving dat misschien wel wat beter kunnen volgen van een voetbalwedstrijd of de artiest, hè, dat dat ook een onderdeel van wordt? Hè? Want er is natuurlijk nog wel eens, het staan is groot. Dus ook op 100 meter afstand kan er iets gebeuren wat voor jou interessant is. Ja. Maar niet iedereen kan het goed zien. Hè? Ja. Nou ja, wat je nu ook wel ziet is dat bijvoorbeeld via de Ajax-app dat daar ook veel meer in gebeurt. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld statistieken kan zien of bepaalde dingen kan terugkijken. Ja. Ik weet ook dat er op dit moment door verschillende partijen echt gewerkt wordt aan het creëren van virtuele stadions. Dus dat je eigenlijk, er gebeurt op dat moment wat, maar je kan er ook je eigen draai aan geven. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar nog wat verder van afsta. Maar dat zijn wel allemaal ontwikkelingen die gaan komen. En iets wat we natuurlijk al jaren zien is dat het beleven en ergens bij horen. En social media, dat gaat ook veel groter impact nog hebben dan we nu al zien. Ja, en dat je nog meer een onderdeel van de familie bent, bijna. Ja, en ook dat je dus ook onderdeel van die familie bent als je misschien niet in het stadion bent. Hè. Dus, uiteindelijk willen wij natuurlijk dat iedereen naar het stadion komt. Maar er zijn ook zat momenten dat niet iedereen kan komen. En hoe kan je er dan toch bij horen? Dat gaat ook steeds groter worden. Ja. En wat me ook bij de Arena opvalt, in de gesprekken die wij altijd voeren, gaat over datgene wat er net buiten het stadion gebeurt. Dat kun je niet negeren, maar je bent er niet verantwoordelijk voor. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou ja, dat zie je ook op dit plaatje heel mooi. Dat het stadion werd gebouwd, lagen we nog net niet in een weiland. Inmiddels trekt heel Zuidoost eromheen. We hebben natuurlijk de AFAS, de Ziggo Dome. Dus we hebben eigenlijk een heel uitgaansgebied. Als wij een soort van onze grootste setting hebben, bijvoorbeeld met toppers, dan hebben we bijna 70.000 mensen binnen. En dan met de AFAS, de Pathé en de Ziggo Dome hebben we bijna 100.000 mensen op één vierkante kilometer.
Daar voelen we ons natuurlijk wel voor verantwoordelijk wat er in dat gebied gebeurt. En wat net al aangegeven werd bij PSV, er zit natuurlijk ook heel veel horeca om het gebouw heen. Wat ons echt een doorn in het oog is gewoon die gigantische berg afval rond het stadion. Terwijl dat eigenlijk niet bij ons vandaan komt. Hè. Dat is allemaal wat er om het stadion gekocht wordt van de Albert Heijn to go op een station. Tot een horeca-ondernemer die verderop zit. En ook losse tentjes, zei je, die in één keer gewoon daar... Ambulante verkopers. Ja. Dus wat wij proberen te doen is samen met de gemeente en partners in het gebied daar wel in op te trekken van hoe kunnen we hier nou invloed op uitoefenen. Dat we daar toch... Dus in het stadion zitten we natuurlijk gewoon zelf aan de knoppen. Dat is relatief makkelijk om daar iets te doen. Alleen met name die omgeving, die toch ook heel belangrijk is. Dat moet je echt met partners doen. Ja. Nou, wederom die stakeholder management, waarom dat zo belangrijk is. Ja, dat horen we eigenlijk in alles wat jullie zeggen. Sjors, jij noemde in de voorbespreking ook nog even de verwachting management. Dat je die heel belangrijk vindt. Waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Ja, volgens mij bedoel ik meer van... kijk, ik denk complexiteit van de stadion zit altijd denk ik wel in van... je hebt natuurlijk al heel veel gebruikers. Hè, de voetbalorganisatie, de sponsors, concerten, et cetera. En kijk, een stadion wordt natuurlijk moet heel snel, loopt heel snel door, hè, alles. En wordt ook nog verbouwd vaak tussendoor, hè, en onderhouden. Je merkt natuurlijk dat iedereen daar... er zit heel veel verzelfsprekendheid in onze gebruikers. Hè, die gaan ervan uit dat gas stop is. Die gaan ervan uit dat alles gewoon geregeld is. Dat als wij verbouwen, dat je daar nooit last van hebt, zeg maar. Dus je moet aan de voorkant, wil je niet vermorzeld worden in alles wat er gebeurt en wat er verbouwd onderhouden moet, dan moet je heel goed uitspreken van dit kan niet, dit kan zo. En dat is denk ik ook een van de complexiteiten van ons vak. Hè? Iedereen wil van alles. Hè? En dat is ook heel mooi, daar is het stadion ook voor gebouwd. Maar hoe krijg je dat goed op elkaar ingeregeld? En wat is haalbaar en wat is ook net niet meer haalbaar? Hè? Want je kunt in de operatie, iedereen gaat uit van een frictieloze uitvoering. En terecht, hè, daar zijn wij ook voor. Maar er zit wel veel verwachtingsmanagement aan vooraf. Ja. Dit zo kunnen we doen, zo kan het ook niet. Dat is wel heel belangrijk. Ja, als je daar niks in aangeeft, dan zul je vaak in de problemen komen, denk ik. Kom je ook weer terug op dat stukje communicatie. Ja. Dat ja. ontzettend, ontzettend belangrijk is. Ja. Ja, ik hoor jullie ook wel zeggen, ik weet niet wie van jullie het woord gebruikte, we zijn eigenlijk meer een regieorganisatie. Ja, daar komt het echt op neer. Ja, misschien is facility management ook wel een regieorganisatie aan het worden. Ja. Met behulp van mensen en in toenemende mate technologie en data. Ja, zeker. Ja, absoluut. En wat inderdaad helemaal klopt is dat afstemmen vreselijk belangrijk is. Want als we naar in ieder geval ons geval kijken, hebben we ongeveer 40 grote evenementen per jaar. Dus dat klinkt, dan heb je tijd zat om allerlei dingen tussendoor te doen. Maar dat valt inderdaad niet mee om dat goed er tussendoor gepland te krijgen. Dus daar heb je ook al je partners weer mee nodig. Ja. Iedereen is neuzen dezelfde kant op. En dat is eigenlijk de enige manier dat het lukt. Ja, alleen ga je sneller en samen kom je verder. Ik denk dat een hele mooie afsluiter is. Dankjewel Sjors, Arno, dankjewel. En Meindert, jij ook bedankt. Jullie gaan weer snel door. Wij blijven kijken naar de volgende sessie die gaat over het gebouw van de toekomst. En ik wil jullie in ieder geval allemaal hartelijk bedanken voor de aandacht en... Wat mij betreft tot snel.